Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrax, de enige echte. Ik ben alvast aan het vooruitplannen. Ik heb gemerkt dat ik liever eigenlijk video's vooruitplan. Dat ik al wat vlogs klaar heb liggen voordat ik het pas ga uploaden. Is een stuk makkelijker en een stuk relaxter om, om een vlog te bewerken. En daar heb ik alle tijd en ruimte ervoor. Ik wil niet zeggen dat ik het net zo goed ga doen als in het begin. In het begin deed ik altijd een week van tevoren opnemen dingen. En dan op een gegeven moment ging ik elke dag uploaden en elke dag ging ik wat posten. Dat is niet het geval. We blijven gewoon hetzelfde beetje houden. Alleen doe ik wel een klein beetje voor uitwerken. Kunnen er dus ook een paar dagen bij zijn dat ik dus geen vlog plaats. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. En ik wil dat eigenlijk een beetje compenseren met een livestream of een Planet Coaster livestream. Of een andere game of zo. Of een keertje gewoon weer GTA. Maar ik wil het een beetje compenseren. Ik wil het een beetje strekken. Niet dat je elke dag een vlog hebt. Maar in ieder geval dat je wel vlogs hebt met inhoud. En wat vlogs voor uitgepland. En dat is eigenlijk de bedoeling van aankomende week. Daarom zijn de vlogs dus, heb ik de vlogs dus een beetje verspreid en een beetje alvast wat dingen van tevoren opgenomen. Kan wel dus zo zijn dat als Feyenoord gevoetbald heb, dat het pas een week of misschien wat later in ieder geval online is. Maar het is voor mij een stuk makkelijker werken dan dat ik elke keer een vlog heb. Want ik heb af en toe ook wel eens dagen, dan heb ik gewoon helemaal niks te vertellen en helemaal niks te zeggen. En hebben jullie ook geen leuke vlog. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het moet vooruitgeplande vlog zijn. En het moet een vlog zijn met inhoud. Ik heb gemerkt dat de laatste tijd vind ik de opkomst ook een beetje tegenvallen. Ik had het ook al in de vorige vlog gezegd. Ik vind de opkomst de laatste tijd een beetje tegenvallen. Niet meer zoveel vlogs en zo. En niet meer zoveel... niet meer zoveel kijkers en zo. En livestreams worden ook minder bezocht. Het is natuurlijk ook zomer, dat ook wel. Iedereen is natuurlijk nu volop op vakantie nog. Hier duurt het nog een week, hoorde ik of zo. En dan hierna nog één week. En dan gaan ook weer de schoolvakanties beginnen. Dus dan is het weer wat rustiger allemaal. Is iedereen weer thuis en hoop ik weer meer kijkers te krijgen. Maar dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Een beetje de bedoeling, een beetje de planning van wat er binnenkort allemaal op mijn YouTube kanaal allemaal gaat gebeuren. In ieder geval komen er nog hele leuke vlogs aan. Ik ga natuurlijk nog zat keren naar de Efteling. Feyenoord vlogs komen er natuurlijk nu ook weer aan nu het nieuwe seizoen begonnen is. En er komen nog veel meer leuke dingen allemaal op dit kanaal. Dus zeker te weten... de moeite waard om te blijven abonneren en nieuwelingen om even dat knopje in te drukken, even het belletje in te drukken, het veetje aan te vinken en gewoon lekker mijn kanaal bekijken. Ik maak video's voor jullie en ik hoop jullie een beetje te entertainen met leuke video's en leuke vlogs en leuke uitstapjes. Nou, ik haal net mijn bezem. Kijk eens, ik heb helemaal mijn klauw opengehaald. Dat is ook nog eens een keertje. Dat heb je ook nog eens een keertje. Hè? Beetje scherp. Dus ik ga hem dadelijk maar eens even kijken wat er mee aan de hand is. Dan ga ik hem even terugslaan. Want heel mijn vinger leggen van hem lopen. Dus vandaar. Dus dan weten jullie in ieder geval een klein beetje wat de bedoeling is. De vlogs gaan wel lekker. Ik zit alweer op 200... wat is het eigenlijk allemaal... 344 is dit kanaal al. Dus het gaat lekker de goede kant op. Vlogs komen zeker te weten.
En ik moet wel een beetje vlos maken, want ja, het is nog heel ver weg. December, nou ja, het is eigenlijk sneller om voordat je het weet. Want voor je het weet is het alweer december en is het alweer zover. Maar ja, over een paar weken, over een weekje of 100, 200 of zo, dan is het alweer kerst. En met oud en nieuw komt er natuurlijk weer een leuke, dit was 2018 natuurlijk. Dus ik moet in dit jaar ook natuurlijk wel wat op post hebben. Ik heb natuurlijk zat te vertellen over wat dit jaar weer allemaal gebeurd is. Natuurlijk wat ik allemaal dit jaar meegemaakt heb. Leuke uitstapjes natuurlijk. Ik heb best wel leuke uitstapjes gehad dit jaar. En ja, er komt natuurlijk weer een eindejaarsvideo. Maar het is nog 5 of 6 maanden. Dus voorlopig is dat nog niet aan de orde. Maar in ieder geval komt dat natuurlijk ook nog wel eens een keertje. Nou, in ieder geval een hele hoop informatie. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vinden. Ik hoop ook dat jullie de info snappen. Wat er allemaal dus op mijn kanaal gaat gebeuren. En dit was weer even een kleine update van hoe of wat. Hierna komt nog één kleine vlog. Komt er nog. En dan komen er binnenkort natuurlijk weer grotere vlogs aan. Natuurlijk Efteling, Feyenoord en allemaal van die leuke vlogs. Waar ik natuurlijk niet thuis ben en een grotere vlog maak. Van een uur, anderhalf uur. Dus dat komt wel helemaal goed. Dit zijn even allemaal kleine vlogjes. Maar het zijn allemaal eigenlijk kleine, ja, kleine mededelingjes van hoe en wat en zus en zo. Nou, in ieder geval jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Ja, ik heb het al verteld over dat belletje. Gewoon even aanvinken, aanklikken, aanvinken. En dan word je op de hoogte gehouden. En ja, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Your Tracks, hè, natuurlijk, hè. Dat natuurlijk altijd. In ieder geval, thanks for watching. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal, jongens. Allemaal de groetjes en bye bye.